zijn ze plotseling dus mee begonnen. Zonder enige aankondiging zijn ze mee begonnen. Dus toen zag ik opeens mannen lopen met oranje helmen en zagen. En de ene boom naar de andere boom die viel om. En dat verbaasde mij. Het Bussumse uitzicht van Bert Arp veranderde de afgelopen weken drastisch. Zo was het en dit is het resultaat na de bomenkap. Volgens de gemeente Gooisemeren is de kap nodig om verborgen explosieven onder de bomen op te kunnen ruimen. Want er komen daar huizen. Bovendien is de Palmkazerne geen natuurgebied, zegt de gemeente. Nou, er mag wel gekapt worden natuurlijk, maar mits daar, als daar een bom onder ligt of iets, een explosief, dan is dat gevaarlijk natuurlijk. Dan moet dat weggehaald worden. Maar er wordt lukkelaar gekapt. Arp twijfelt dan ook aan de argumenten van de gemeente. De Gooise Ouderenpartij twijfelt ook en wil dat het kappen stopt. De wethouder moet eerst maar eens uitleg geven. Dat er goed wordt onderzocht of wat hier gebeurt rechtmatig is, dat is één. En dat dat op een goede en heldere en transparante manier wordt gecommuniceerd met de bewoners die direct aan dit terrein wonen, want die maken zich er erg druk over. Maar ze zijn nu gestopt, dus ik hoop dat het zo blijft, maar ik heb mijn twijfels. Ik hoor op de achtergrond wel wat zaaggeluiden nog. Of... Nee, dat is de A1. De wind is deze kant op.